Ruim 600 personeelsleden namen vandaag deel aan het overleg dat de vakbonden organiseerden naar aanleiding van de besparingen die de Universiteit Gent wil doorvoeren. Een vergadering die hybride verliep met zowat 200 personeelsleden in de aula aan de Blandijnberg. Dat is denk ik een zeer groot succes. En we hebben ook wel gemerkt dat er een brede steun is voor de voorstellen die wij gedaan hebben. Wij hebben een alternatief voorstel van besparingen voorgelegd, waarin dat we eigenlijk het besparingsplan zoals het nu is, dat we dat afwijzen. Dat we gaan naar een overleg om elk jaar in sociaal overleg te kijken welke alternatieven zijn er op de asociale besparingen. En daar is een zeer brede steun voor onder het personeel. Om het rectoraat en het bestuur te overtuigen van hun alternatief, hebben vakbonden en personeel nu ook een hele actieweek gepland. Er is ook een steun voor het organiseren van een actieweek van 2 tot 5 mei, met vooral de 5e mei een actiedag die we nu gaan invullen. Dat is ook de dag dat de volgende raad van bestuur zal plaatsvinden. Wij gaan eigenlijk voor een ganse dag van zeer veel brede acties, breedgedragen acties, die dag om de raad van bestuur duidelijk te maken dat deze manier van werken niet langer kan.